Sinds vorige maand staat er een nieuwe serie op Netflix. Een driedelige serie genaamd Inside Bill's Brain. En zoals de naam misschien al doet vermoeden, gaat het over Bill Gates. En in deze serie wordt hij dan ook gevolgd. Een gedeelte van tijdens zijn tijd bij Microsoft, maar ook zeker de tijd na Microsoft. En tijdens het kijken van deze serie vielen me enkele dingen op. En die wil ik juist in deze video gaan behandelen, want misschien kun je er wel iets van leren. Waardoor je je leven iets beter kunt maken. Misschien wel elke dag een klein beetje. En wie weet kom je ooit op dezelfde positie als Bill Gates nu zit. Nou, dat zal alleen maar mooi zijn. Maar dus een paar dingen die we kunnen leren van Bill Gates en zeker ook in ons eigen leven kunnen toepassen. En die wil ik bespreken. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Zijn dat onderwerpen die je leuk vindt waar je meer over wilt zien? Klik hieronder op abonneren, dan mis je nooit meer een video. Maar nu gaan we dus een beetje bespreken wat mij is opgevallen in de serie Inside Bill's Brain. Zoals gezegd, sinds vorige maand op Netflix te zien. Dit is dus niet een video waarin ik bepaalde dingen ga uitleggen over aandelen of investeren. Maar juist een paar dingen die me zijn opgevallen. Want zeker ook een mindset hebben is zeer belangrijk om een vermogen op te bouwen. Op een bepaalde manier denken, met bepaalde dingen bezig zijn, kunnen zeker aan bijdragen dat je vermogen opbouwt. En dat wil ik dus in deze video bespreken. Dit zijn dingen die ik al vaker heb gelezen of ben tegengekomen op internet. Maar nu zien we het dus ook weer in deze serie met Bill Gates. Nou, Bill Gates, op een gegeven moment was hij de rijkste persoon ter wereld. En nu zal hij vast nog wel zeker in de top 10 staan. Misschien zelfs nog wel in de top 5 van rijkste mensen. Dus dat zijn zeker mensen waar we waarschijnlijk wel iets van kunnen leren. En het hoeven ooit maar heel simpele stappen te zijn. Maar die simpele stappen kunnen toch een groot succes vormen. En waarschijnlijk denk je van deze stappen van ja, dat wist ik al. Het is puur een reminder. Nou, zo kun je het ook oppakken. Denk er nog eens aan. Ik zie dat ook de meest succesvolle mensen die een heel druk schema hebben hier gebruik van maken. Of juist al deze stappen ervoor kunnen zorgen dat ze juist grote stappen maken. En laten we dan beginnen met het eerste punt en dat is focus. En dit is een onderwerp dat ik geloof ik in een van mijn eerste video's ook al behandeld heb. Want het is gewoon heel erg belangrijk als je iets wilt bereiken dat je volledig gefocust ergens op bent. Mensen zijn niet gemaakt om te multitasken en met verschillende dingen bezig te zijn. Zorg ervoor dat je één van die onderwerpen kiest en dat daar al je aandacht naar uitgaat. Je zult dus bepaalde onderwerpen of taken prioriteit moeten geven boven andere taken. En ook dat doet Bill Gates, want hij is natuurlijk heel veel bezig met zijn eigen foundation, met zijn eigen stichting, met liefdadigheidswerk. Hij kan natuurlijk met het geld dat hij heeft heel veel punten eigenlijk aanpakken, van bepaalde ziektes uitroeien tot noem het allemaal maar op, ontwikkelingshulp. Maar hij gaat zich juist op een paar dingen focussen, omdat dan de slagingskans dat dat werkt veel groter is. In plaats van dat hij zijn aandacht moet verspreiden over meerdere projecten tegelijkertijd. Dus hij kiest ervoor om eerst volledig te focussen op het ene project, wat nu heel erg belangrijk is. Zodra dat gelukt is of bijna gelukt is, over te stappen naar het volgende project. En ook daar weer volledig de aandacht op te vestigen, omdat je juist op die manier, door overal telkens je volledige aandacht op te focussen, dat je dan de slagingskans eigenlijk een stukje vergroot dan wanneer je alles probeert tegelijkertijd te doen en dus multitasken, wat zoals gezegd voor de meeste mensen niet gaat werken. Een van de dingen die je kunt doen om te kijken waar je focus naartoe moet gaan is gewoon een takenlijstje te maken, onderwerpen waar je mee bezig bent of waar je mee bezig wilt zijn en prioriteit te geven aan het ene ten opzichte van het andere. Dat heeft ook een beetje te maken met het volgende onderwerp en dat is planning. En juist plannen en op tijd zijn ergens voor is heel erg belangrijk voor Bill Gates. Hij is dan ook blijkbaar volgens zijn assistent altijd overal op tijd. En zij heeft dan ook een mooie quote. Time is the one thing he can't buy more of. Oftewel, hij mag dan wel zo ontiegelijk veel geld hebben. Zoals gezegd, een van de rijkste mensen ter wereld. Hij kan dit geld niet gebruiken om extra tijd te kopen. Hij heeft, net zoals jij en ik, 24 uur per dag. En daar zal hij het mee moeten doen. Dus binnen die 24 uur moet hij plannen wat hij wil gaan doen. En juist denk ik, door die planning kan hij grote successen boeken, omdat hij volledig gaat focussen op bepaalde taken. En dus kun je je takenlijst niet alleen gebruiken om te gaan zien welke onderwerpen je wilt en waar je op gaat focussen. Maar je kunt ze juist gaan gebruiken, zoals ik aan de ene kant doe. Ik heb inmiddels iets van 100 taken op mijn lijstje staan om video's over te maken. Maar er is ook zeker een takenlijst of een to-do-list die ik gebruik. En dat is dan ook vaak aan te raden. Maak een to-do-list voor de volgende dag. Schrijf er 2-3 taken op die je zeker wil doen de komende dag. Begin met bovenaan de belangrijkste taak. En probeer elke dag in ieder geval die taken af te werken. Mocht het er nog niet van komen, dus laat dan die ene taak staan voor de volgende dag. En schrijf er dan weer 2 of 3 nieuwe bij. Maar zo heb je telkens een paar taken. En zeker doordat je op die manier overzicht houdt, is een grote kans dat je elk van die taken elke dag kunt afwerken.
dit heb ik ook heel veel gebruikt. En zeker dus met 2 of 3 taken voor de volgende dag. Op het moment dat je naar bed gaat, denk je nog eens na van waar wil ik morgen aan beginnen. Het voordeel daarvan is dan als je de dag erop opstaat, kun je je lijstje pakken. En weet je meteen waaraan je moet beginnen in plaats van dat je eerst na gaat denken. Een beetje onbeslist nog bent. Misschien afgeleid bent om eerder andere dingen te gaan doen. Dus maak een lijstje en begin de dag erop. Ochtends meteen aan het afronden van die taken. En mocht nou iets minder dan 2 minuten kosten, schrijf het dan niet op. Maar doe het gewoon meteen. En alleen dingen die langer dan 2 of 5 minuten duren bijvoorbeeld, schrijf die op. Maar zo zorg je eigenlijk dat je takenlijst ook klein blijft. Dus dingen die je eigenlijk heel snel op kunt lossen, doe dat meteen. Het derde punt wat me is opgevallen is het lezen dat Bill Gates doet. En hij leest dan ook vooral veel terwijl hij reist. Want hij reist natuurlijk ook heel veel, dus hij kan ook heel veel lezen. Maar dat zal hij ook zeker doen, want als je ook weer erom in die serie kijkt, op een gegeven moment zie je dat hij met een tas vol boeken loopt en zijn assistent op een gegeven moment die boeken gaat verversen. Nou, het blijkt dat er elke week die tas helemaal gevuld wordt met nieuwe boeken. Dus het zijn zomaar, ik schat zeker 7 boeken in de week die hij eigenlijk leest. Elke dag wel een boek waarschijnlijk en zeker op vakantie nog veel meer dan dat. Dus hij kan nog heel erg snel lezen en hij doet dan ook heel erg veel lezen. En Bill Gates is dan ook iemand die altijd hongerig is naar meer informatie. Dat heb ik zelf ook. Ik wil het liefst als ik eenmaal ergens iets heb gelezen, bijvoorbeeld in het nieuws, zoveel mogelijk informatie inwinnen over een onderwerp. Of dat nou een gebeurtenis is of een jaarverslag van een bedrijf. Op dat moment wil ik in één keer alles weten over zoiets. Nou, dat is altijd alleen maar goed, want misschien, zoals ik al eerder heb gezegd, bij interessante aandelen wekt het eerst je interesse. Vervolgens ga je meer onderzoek doen. Probeer je verschillende vormen van nieuws of informatie met elkaar te combineren, verbanden te leggen, om vervolgens daarop dus een beslissing te nemen. En het kunnen natuurlijk boeken zijn over bepaalde onderwerpen, over beleggen, over pensioenen, maar het kunnen ook zeker biografieën zijn. Want het voordeel van biografie is weer dat je iemand zijn levensverhaal eigenlijk leest en je kunt dus zien waar hij zijn succes vandaan haalt, ook zeker waar hij zijn fouten maakt. En zeker dat is ook belangrijk, want als je ziet waar iemand anders fouten maakt, dan hoef je in ieder geval die fouten zelf niet meer te maken. Daar kun je van leren. En nou zeggen ze altijd dat je heel erg goed kunt leren van de fouten die je maakt. Maar als je überhaupt de fouten al niet hoeft te maken omdat je al geleerd hebt, bijvoorbeeld uit een boek of bijvoorbeeld uit zo'n serie of een video op YouTube, nou, dat is alleen maar mooi meegenomen. Een vierde punt dat me is opgevallen is het ontspannen. Nou, dat kun je vaak doen, wat tegenwoordig heel erg hip is, door te mediteren. Toevallig laatst een video van Matt Diavella. Ik zal hem trouwens hier even linken. Altijd interessante en goede video's ook. Heel erg mooi om te zien ook. Die had het laatst ook zo'n challenge van 30 dagen mediteren. Nou, het hielp hem wel. Maar wat hij ook merkte is dat juist wandelen vaak hetzelfde effect heeft. En vaak nog beter is omdat je dan ook in beweging bent. Nou, dat doet Bill Gates dus ook. Waarschijnlijk op een van zijn grote landgoederen die hij heeft. Maar hij loopt er heel erg veel rond. En juist dat is het moment dat ik denk ik dat hij goed kan ontspannen eigenlijk. Hij loopt dan door de bos en heeft de rust om na te denken over dingen. Misschien dingen die hij gelezen heeft, dingen die hij heeft meegemaakt. Maar hij is in ieder geval een beetje verwijderd van de dagelijkse gang van zaken. Dus het is makkelijker dus om tot rust te komen, om niet altijd maar bezig te zijn, maar juist de informatie die je hebt op die manier te verwerken. En niet alleen Bill Gates doet dit, ook zijn grootste concurrent op één punt, Steve Jobs, was bekend dat hij heel erg veel rondliep. Ook met besprekingen, dat hij gewoon tijdens een wandeling heel veel kon bespreken of over dingen kon nadenken. Zelf heb ik dit enkele jaren geleden, had ik daar nog iets meer tijd voor, ook vaak gedaan. Wat ik toen merkte is dat je inderdaad goed na kunt denken over dingen. Dat je misschien wel je focus ergens op kunt leggen. Ik had toen ooit wel een voice recorder bij. Of gewoon je telefoon met een takenlijst. En dat je gedurende die wandeling wat punten waar je aan denkt opschrijft, die je na de hand weer uit kunt werken. Dus het helpt ook zeker bij prioriteiten stellen of een to-do-list maken. Dus gebruik die tijd om een beetje tot rust te komen, maar ook over bepaalde dingen dus na te denken. En dan het laatste punt van deze video, en dat was financiële onafhankelijkheid. Natuurlijk een onderwerp wat heel erg goed bij ons kanaal past, want dat is hetgene waar we naartoe willen werken. Nou, Bill Gates is natuurlijk wel financieel onafhankelijk. Hij is, zoals gezegd, ooit een van de rijkste, of de rijkste persoon ter wereld geweest. En nu zit hij echt al hoog in de top, zeg maar. Als ik het even kan vinden, zal ik hier laten zien hoeveel hij op dit moment waard is volgens Forbes. Maar Bill Gates heeft natuurlijk een groot gedeelte van zijn vermogen geïnvesteerd. Je zou verwachten in Microsoft, maar dat is niet zo. De helft van zijn vermogen zit in Berkshire. Dat is dan weer het fonds, het beleggingsvehikel van Warren Buffett. De nummer 2 geloof ik van de wereld qua rijkste mensen. En in ieder geval voor veel mensen een inspiratie, zeker voor beleggers natuurlijk, omdat hij degene is die door middel van beleggen zo rijk is geworden. En zoals gezegd heeft Bill Gates dus zijn Bill en Melinda Gates Foundation, een liefdadigheidsstichting waarbij hij vooral veel ontwikkelingshulp doet. Dus hij doet het geld dat hij heeft, gebruikt je om de wereld uiteindelijk beter te maken. Ook Warren Buffett zal er uiteindelijk
heeft er al volgens mij iets van 30 miljard ingestort. En uiteindelijk zal hij bijna zijn gehele vermogen naar deze stichting doen. En het mooie hiervan is natuurlijk dat het rendement wat ze maken met dit geld, want dit geld wordt natuurlijk ook gewoon belegd en geïnvesteerd, dat wordt dan weer gebruikt om projecten te financieren. En ze hebben zo op deze manier 5 miljard euro per jaar die ze kunnen gebruiken om projecten te financieren. Het mooie hieraan is dat Bill Gates natuurlijk al lang niet meer hoeft te werken voor zijn geld. En dat dus ook niet doet. Hij doet juist de dingen die hij leuk vindt. Dingen die hij interessant vindt, die mensen gaan helpen. Misschien wel waarna er zijn naam in ieder geval altijd door onthouden wordt. Maar in ieder geval, dat zijn de dingen die hij kan doen. Omdat hij het geld heeft om die keuze te maken. Nou, in zijn geval is een van zijn projecten de wc's eigenlijk verbeteren. Je zou zeggen, het kan niet beter. Maar ja, vooral in Europa en westerse landen is het allemaal goed geregeld. Maar in ontwikkelingslanden, daar is het veel anders. En daar heeft hij inmiddels dus, geloof, 500 miljoen euro in wc's, zeg maar, geïnvesteerd. Nou, hoeft dat voor jou niet in wc's te zijn, maar misschien heb je wel projecten waar jij graag uiteindelijk je geld aan je tijd vooral in zou willen investeren op het moment dat je financieel onafhankelijk bent. Dus zo zie je maar weer, je hebt altijd een doel naar waar je naartoe kunt werken. En op dat moment heb je dus de keuze om door te blijven werken of dingen te doen die je leuk vindt. En zoals gezegd sluit dat natuurlijk mooi aan bij dit kanaal, want dat is uiteindelijk het doel waar ik ook naartoe werk. En grote kans dat dat het doel is waar jij ook naartoe werkt. Dat je een vermogen hebt dat je niet meer hoeft te werken, maar dat je de keuze hebt om te gaan werken. En daarmee sluiten we dan deze video af. Ik ben trouwens erg benieuwd wat jouw doel is, hoe je dat wil bereiken. En als je dat hebt bereikt, wat je dan wil gaan doen wanneer je financieel onafhankelijk bent. Dus laat dat in ieder geval onder deze video weten. Daar kun je natuurlijk ook reageren, vragen stellen, op andere mensen reageren. En dan vind je natuurlijk ook de link naar bijvoorbeeld onze Discord chat waar we over dit soort onderwerpen praten. En naar de Netflix serie, zoals gezegd Inside Bill's Brain. Daar kun je de hele serie, die 3 afleveringen is, en waar je eigenlijk zo doorheen bent, dat is ongeveer 3 keer een uur geloof ik. Zeer interessant, vind ik tenminste. En ik denk ook zeker wel dat jij het interessant gaat vinden. Vond je nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef een duimpje omlaag. Maar laat in ieder geval dan weten wat je goed of minder goed vond. Zodat ik dat mee kan nemen naar de volgende video. En als je nog steeds zit te kijken, is het dus waarschijnlijk een interessante video geweest. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien? Klik hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje. Krijg je altijd een notificatie als ik weer een nieuwe video upload. En dan zie ik je graag bij de volgende video weer terug.